veerpontje dat vaart tussen Schaarloos en Katendrecht. Het voertuig heeft last van watertaxi's die golfslag veroorzaken. Richard Joosten is schipper bij Veerpont Zuid. Als we 's ochtends met hem meevaren, is al snel duidelijk wat het probleem is. Er is een keer gebeurd, niet bij mij, maar bij een collega, dat er een oudere vrouw met een fiets, die wou van boord gaan. En met komt er een watertaxi bij en legt die zo trobbelen dat ze omviel. Dat ze evenwicht verloor. Ruim 2 weken geleden was er op de Maas een aanvaring tussen een watertaxi en een sloep. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. Camiel Verschuren is initiatiefnemer van Veerpont Zuid. En ook hij baalt van de golven. Het is gewoon onwetendheid of het is nalatigheid. En misschien, als je hard vaart, dan zie je ook niet wat achter je gebeurt. Dus ja, ik weet het niet. Misschien is het ook gewoon een kwestie van... De watertaxi herkent zich vooralsnog niet in de kritiek van het pontje. Ik vind het bijzonder dat ze in ieder geval aangeven last te ervaren. Wij hebben nog wat dat betreft geen klachten ontvangen van de exploitanten van het veerpontje in ieder geval. Ze zijn mij in ieder geval niet bekend. Nou, ik denk dat de bedrijfscultuur van de watertaxi moet veranderen van stoer, snel en gehaast naar aardig, oplettend en rustig, zeg maar. Eigenlijk zeg jij van, laten we een kopje koffie drinken hè, met de exploitant van het veerpontje. En laten we er als volwassen mannen even over praten. Ja, wellicht heeft hij ook een voorbeeld waarop we dan echt iets mee kunnen. Want de algemeenheden is voor mij heel lastig om daar iemand op aan te spreken.